dat je al 35 jaar ja. de stad of de provincie ja. bewijs maakt dat je een dijk hier hollen ging. Heb je hem zien liggen? Heb je hem op foto? Nee. Ja, maar dus al 35 jaar zeggen ze, volgend jaar ligt hij hier. En al 35 keren zeg ik ja. En wat doen ze dan? Met wat rammelen ze dan? Ga mee groen, met wat is aan het rammelen zijn. Ja, ja, begrijpen, ja. 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 En al sinds de laatste 14 jaar betaal ik hier 500 euro meer om mijn brandverzekering als een normale verzekering. Maar het wordt ieder jaar ingewikkelder voor nog een dossier erdoor te krijgen. Met als gevolg dat ze zodanig veel wetgeving hebben dat ze geen werken meer kunnen uitvoeren. Is dat normaal? Nee, ja. Dat is ook niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Als je zodanig veel wetgeving maakt dat je op duur niks meer kunt, als er een netelke staat, dat zal niet meer mogen. Ja. Ja? Waarom dan al toe? Ja, deze ochtend is onze dochter wakker geworden. Ze stapte uit bed en ze stond direct met haar voeten in het water. Ze dacht eerst nog dat ze een fles omgestoot had, maar ja, bij het licht toen brandde, zag ze direct dat die hele kamer onder water stond. En er is dus water binnengecijpeld, dus er loopt een beek naast onze hoeve. En er is water binnengecijpeld via de muren en zo in haar kamer helemaal onder water gezet. Ja. Onze hoeve is een jaar en een half geleden aangekocht door Natuurpunt. Maar de dringende herstellingswerken die nodig zijn om de woning verhurend klaar te zetten, vinden zij niet hun prioriteit. En daarom ja, worden de werken uitgesteld en zitten wij nu met de miserie. Is het al meer gebeurd hier? We hebben nog nooit water binnen gehad. Toch niet? Nee. Ja. Wel rond de woning en in de stallen, maar binnen hebben we nog nooit geen water gehad. Hoe was het voor u om op te staan deze morgen? Ja, heel verrassend. Ik stond op en in eerste instantie dacht ik dat er fles water omvergevallen was. Maar als ik het licht aandeed, bleek het meer dan een fles water te zijn dat er in mijn kamer stond. Ja. Ja, en dat is dan heel frustrerend, want ik studeer kleuteronderwijs. Ik stond heel veel materiaal van mijn schoolgrief, van prentenboekjes tot instrumenten. En heel veel materiaal hebben we daar net allemaal mogen weggooien. Ja. Hopelijk stopt het een beetje met regen, maar ze geven nog de volgende dag redelijk wat regen op, dus ja, we gaan wel zien wat geeft. We staan bij ons met Roger de Groot en schepen Harry Evenepoel. Goedenavond. Harry, hoe is het gesteld met de wateroverlast in Ingenvo momenteel? Het speelt zich vooral af in de buitengemeente. Dus de Beverbeek is een klassieker. In de Klapstraat zijn er ook problemen. Dus dat zijn een aantal klassieke punten waar dat er toch wel... Ik weet niet of dat er huizen onder water staan, maar waar dat het toch wel echt kritiek is, ja. U hebt denk ik terug een oude rat moeten boven water halen, hè, hier tegen u. Ja, inderdaad. Het is mijn bevoegdheid niet meer. Ik heb wel 9 jaar openbare werken gedaan en ik heb toen altijd op Roger kunnen rekenen. Roger is gepensioneerd en het is fijn dat we nog een keer samen op de baan kunnen zijn om toch die assistentie te geven voor de acties op terrein. Eigenlijk ook fantastisch dat die carnavalgroep dat er doet, met een eigen pompwagen. Prachtig, ja. Dus wij huren in principe pompen dus, hè, bij een firma in Dendermonde. En die heeft er al eentje komen leveren en morgen wordt er een tweede geleverd. En dus tot zolang hebben die mensen hier aangeboden, dus de gelen aangeboden, om hier ook hun steentje bij te dragen. En technisch wil ik even aan Roger vragen. Roger, ze pompen het water hierop. Waar gaat dat naartoe nu? Naar een dender, maar we zorgen dan de dienstriolering, zowel Burdam, Burstraat... Denderkaai, Vaartweg en deze Redebotkaai. Dus dan die huizen gevrijwaard worden doordat we de riolering overpompen naar een dender. Zoals dat men in 2010 met succes ook kunnen volbrengen hebben. Zolang dat we kunnen pompen, dus we zijn goed op tijd bezig met pompen. Zou voor naar mij gedacht geen probleem kunnen zijn. Enkel vrees ik misschien tegen morgenochtend aan de dendermeers hierachter. Gaan veel water hebben, maar daar hebben we altijd ook nog een oplossing voor. Wij zijn eigenlijk met onze pompier van de carnavalgroep de Geel in de collector aan pompen en het water aan dunder aan pompen, omdat we weten in 2010 is ook ons hangar ondergelopen en dat zouden we toch graag proberen te voorkomen. En we weten dat ze in Stotten bij de brandweer momenteel een beetje in gebrek zitten aan manschappen. Daarmee hebben wij onze middelen aangeboden. Fantastisch eigenlijk, hè, dat de carnavalgroep moet mee helpen water pompen. Ja, het is beter om nu helpen als dat te laat is. Hè.